Yo mensen van Just Jordi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. Vandaag gaan we Microsoft Office 2019 vergelijken met OpenOffice en Google Docs. Zijn jullie er klaar voor? Dan zie ik jullie zometeen na de intro. Tot zometeen. Ja mensen, vandaag gaan we Microsoft Office met OpenOffice en Google Docs vergelijken. Natuurlijk, we beginnen natuurlijk met OpenOffice, de gratis programma dat je dan downloadt en als je het opent krijg je eerst dit document. Natuurlijk kan je dus kiezen tussen een tekening, een gegevensbron, een formule, wat schablonen, een presentatie, werkblad en een tekstdocument. Vandaag gaan we alleen een tekstdocument, werkblad en presentatie, dus zeg maar Word, PowerPoint en Excel met elkaar vergelijken en in Google Docs heb je natuurlijk Docs, Spreadsheet en nog iets. Maar we gaan natuurlijk beginnen met OpenOffice en we gaan zo richting de betaalde versie. Dus we gaan van OpenOffice naar Google Docs. Natuurlijk, als jij OpenOffice opent, dan krijg je natuurlijk als eerste dit. En wij drukken op tekstdocument. Het ziet er natuurlijk heel ouderwets uit. Zoals je bijvoorbeeld Office 2007 of Office 2010 hebt gebruikt in Word. Dan krijg je natuurlijk ook wat een ouderwetse dingen. Je kan natuurlijk ook zoeken, maar dat is naar tekst zoeken. Dus als je een heel lang document hebt, kan je heel veel doen. Ik werk persoonlijk, ben ik echt opgegroeid met Office en niet met wat andere programma's. Dus daar ben ik niet echt mee opgegroeid. Maar als we zo gaan kijken, ik heb hier ook Office open voor de mensen die het graag zouden willen weten. Ik gebruik zelf heel veel Office. En we gaan ook Office 2019 vergelijken en niet 2016, 2013, hoe de nieuwste versie van Office, de nieuwste versie van OpenOffice en de nieuwste versie van Google Docs. Dus dit is OpenOffice, dit is zeg maar het Word-programma wat je ziet. We openen ook even snel weer, ik weet niet of dat gaat. Nee, dat gaat helaas niet, maar oké. Je kunt hier gewoon wat tekst typen, natuurlijk in wat, maar iedereen gebruikt denk ik Arial meestal. Dus zoals je ziet, Arial, heel simpel. Het werkt allemaal heel goed. Ik weet alleen niet. Ik gebruik zelf namelijk geen OpenOffice. Ik heb zelf geen ervaring. Het ziet er al wat ouderwets uit. En dat is niet voor mij gelijk een afknapper of zo. Maar wat ik mis in OpenOffice is het samenwerken. In Google Docs en in OpenOffice kan je iemand een mailtje sturen om te vragen: goh, kan je me even helpen om mijn document mee te werken? Want ik weet niet precies hoe ik dit moet doen. En dat mis ik gewoon echt in OpenOffice. Natuurlijk kan ik niet zeiken, het is gratis. Maar Google Docs is ook gratis. Je hoeft er alleen een Google-account voor te hebben. Nou, een Google-account, in Nederland moet je officieel 16 jaar zijn. Maar iedereen weet dat er ook minderjarigen of dan 16-jarigen op zitten. Dat weet iedereen. Dat is gewoon zo. Alleen Google controleert er niet heel goed op. Maar Google Docs is meer een browser. Je kan het downloaden, dan krijg je namelijk gewoon die programmaatjes hier. Maar zodra je hier op klikt, dan open je gelijk gewoon je browser. Je browser die je ingesteld hebt als main browser op Windows. Dus dat is allemaal geen probleem. Maar ja, op zich zou ik er wel een programma van willen zien. Het zou misschien iets beter zijn dat je misschien een programma kan zien. Dat je een programma hebt van Google Docs. Misschien zijn ze er mee bezig, ik heb geen idee. Maar ja, het zou voor mij misschien wel wat leuker zijn om misschien toch de switch te maken naar Google Docs. En ik gebruik zelf altijd, heb ik Office gebruikt. Dus, maar dit is dan Google, als je het vergelijkt met een leeg document Office. Ziet Office er net wat moderner uit. Kijk, als ik ze zo naast elkaar zou zetten, dan zou je ze echt, je ziet het verschil gelijk. Je hebt die delen knop rechtsboven. Je hebt dat uitlegknopje, waar als je iets wil uitleggen, zodat ik gewoon een inhoudsopgave heb. Dan kan je heel makkelijk gewoon een inhoudsopgave erin zetten. Heel simpel, dat gaat allemaal heel wat stuk makkelijker. We gaan door naar de versie van Excel. Dit is Excel. Als ik even dan Word sluit ik. En ik open Microsoft's Excel. Dit is Excel. We gaan ze weer even naast elkaar zetten. En dan zie je gelijk, het verschil is best wel groot. Er zit toch wel een best wel groot verschil in Excel en open. Natuurlijk, in principe is hetzelfde. Je hebt die bladen hieronder, je hebt hier die bladen hieronder. Natuurlijk, al die cellen heb je hier allemaal die je kan selecteren. Alleen nu gaan we eens even kijken. Stel, ik zet expense 1 hier neer. En hier expense 2. Als je die selecteert, dus als je dus dit doet. Als ik dit naar onder zou slepen, naar 10.
Zo. Werkt dit hier ook? Expense 1. Expense 2. Wat gebeurt er als ik die nou selecteer? Ja, dat doet hij gelijk ook. Dus op zich, die feature zit er wel in. Dus stel je wil even snel meerdere expenses in je documenten. Het werkt in principe hetzelfde. Maar waarschijnlijk heb je gewoon iets meer features in Excel. Ik kan nog niet zeggen precies welke features nieuw zijn. En wat beter is. Alleen Office heeft gewoon het voordeel, je kan dat samenwerken. De Google Docs begon ermee. Met het delen. Dus dan stuur je iemand een Gmail of een mailtje. Van, hey, wil je me even helpen met mijn document? Ik wil dit en dit en dit, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Degene die er iets meer verstand van heeft, kan dan ook gelijk komen helpen. In jouw document. Maar ik wil even erbij zeggen, we hebben het vandaag alleen over Windows. Dus Apple's iWork komt er niet bij. Dus Pages en zo, dat komt er allemaal niet bij kijken. Ik weet, je kan via de browser heel makkelijk naar Pages gaan. Maar daar kijken we nu even niet naar. Want zelf, anders als ik het zou echt willen vergelijken, dan pak ik ook een Mac. En dan kan je ook gewoon Google Docs, Office en iWork vergelijken. Dat zijn natuurlijk de drie grootste die er zijn. En die gebruiken de meeste mensen. Waarschijnlijk gebruiken de meeste mensen Office. Want je kan Office ook gewoon gratis een cracken geven. Dan kan ik een trial gebruiken. Maar je kan het natuurlijk ook kopen. Maar op zich, Excel is allemaal, voor mij is het niet heel spannend. Zelf gebruik ik altijd Office al. Dan gaan we naar OpenOffice. Dan gaan we naar PowerPoint kijken. Dus een presentatie. Hoe ziet een lege presentatie eruit? Ja, dat... wat zullen we doen? Ja, voltooien. Dus dit is een presentatie. Dit is ook een lege presentatie op PowerPoint. PowerPoint heeft ook... Niet alle PowerPoint versies hebben dit. Moet je niet denken, nou ja, storyboarding, wat is dat? Ik weet niet precies wat storyboarding is. Ik moet er zelf ook nog even mee werken. Maar ik ga er waarschijnlijk sowieso wel mee werken. Omdat storyboarding erachter komen wat het nou precies is. Want zelfs als ik een PowerPoint maak, dan doe ik dat aan aanleiding van een Word document. Dus van een heel uitgebreide versie. Dan maak ik de PowerPoint wat kleiner. Zo gebruik ik PowerPoint. Maar gewoon het feit dat je OpenOffice niet twee keer kan open hebben. Dus ik heb hier nou die OpenOffice aan. Maar als ik nu OpenOffice wil openen, dan doet hij dat niet. Je kan dus niet twee keer OpenOffice aan hebben staan. En dat is voor mij al gelijk van... Als ik ga een presentatie maken over beren. Over beren. Nou ja, weet je, beren. Ja, speciaal. Maar dan open ik ook gelijk een Word document. Met beren. Waar... allemaal tekst in staat over beren. Dus ja, het feit dat je dat met OpenOffice kunt doen is wel een minpuntje. Je kan niet iets doen. Je moet eigenlijk al weten waar het over gaat of je moet screenshots hebben. En dat is echt... Ik zou het eigenlijk niet aanraden om het te doen, maar het is wel jammer dat het niet kan. Maar nu gaan we naar degene waar... Ja, wat eigenlijk browser-based is. En dat is Google Docs. Als je Google Docs opstart, moet je een Google account hebben. Nou, ik heb heel simpel, ik heb een Google account. En ik moet even uitleggen. Wanneer gebruik je Google Docs, wanneer gebruik je Office, wanneer gebruik je OpenOffice? Dat ligt eraan, wat gebruik je thuis? Wat gebruik je op school, als je nog op school zit? En als je stages loopt, in mijn geval dan. Wat gebruikt jouw stagebegeleider? Nou, mijn stages, al mijn mensen waar ik stage heb gelopen, gebruikten... Google Docs. Thuis gebruikte ik Office en op school gebruikte ik ook Office. Het voordeel is, je kan van Office naar Google Docs, maar je kan niet van Google Docs naar Office. Ik snap niet waarom dat niet kan. Dus ik kan bijvoorbeeld nu wel gewoon een document dat in mijn OneDrive of in mijn documenten staat, kan ik wel in Google Docs slepen. Maar wat ik in Google Docs heb opgeslagen, kan ik niet meer in een Word document omtoveren. Ik ga kijken of ik daar iets voor kan vinden. Misschien kan ik daar een programma voor vinden, maar dat komt wel goed. Natuurlijk, OpenOffice klinkt voor zich. Een blank document maak je. En het ziet er al wel gelijk andere. Natuurlijk, ik heb mijn Office of mijn Google account Engels staan. Dus daarom staat alles hier in het Engels. Maar op zich, het is heel makkelijk. Want hoe slaat dit nou eigenlijk op? Google Docs slaat automatisch op. Google Docs wordt automatisch in je Google Drive opgeslagen. Maar je kan ook zo'n document downloaden als PDF.
En als je dan Adobe Acrobat Pro hebt, kan je het omtoveren in een Word-document. Dus in principe kan je het wel zo omtoveren in een Word-document. Alleen heb je dan de bepaalde, de sommige dingen in Google Docs zitten niet in Word. En dan zou je denken, maar Word kost 7 euro per maand of 70 euro per jaar. Voor één computer of voor één apparaat. Waarom zit dat dan er niet in? Google is gewoon iets slimmer geweest in het begin. Toen hun Google Docs releasede, had je al gelijk die share-knop hierboven staan. Dus je kon al gelijk met mensen samenwerken om jouw document samen, zeg maar, samen te maken. Office had dat pas in 2016. Microsoft Office is 2016 is gereleased in laatst 2015, dus rond augustus, september 2015, is Office 2016 uitgekomen. En toen kwam die share-knop er pas, of die delen-knop in Office. En dat is zo, het is zo krachtig dat je met meerdere mensen kan werken aan één document. Dus als je een heel schrijver, stel jij gaat een game ontwerpen en je hebt 3 schrijvers, dan hoef je niet met 3 schrijvers in aparte Word documenten of Google of wat dan ook te werken. Je kan gewoon in één document werken met z'n drieën. Dus als één iemand een fout maakt, dan zie je dat ook gelijk. Dus iemand maakt een typfout, jij kan hem daar aanspreken. Je kan een Skype gesprek starten. Als je een bedrijf bent, kan je Skype voor bedrijven gebruiken. Je kan Skype normaal gebruiken, je kan Discord gebruiken, je kan Teamspeak gebruiken. Het maakt allemaal niet uit. Het is zo makkelijk om dan samen te werken, dat het in Google Docs en Office zijn mijn aanraders om echt te gebruiken. Heb je geen zin, wil je echt alleen maar legale programma's op jouw computer hebben? Gebruik dan Google Docs als je Office niet wil kopen, als dat te duur is. Maar in mijn geval, ik heb Office namelijk wel gekrekt. Maar ik gebruik al zo lang Office dat ik weet hoe ik het moet gebruiken. Ik ken heel veel ins en outs van Office. Als ik echt iets niet weet, kan je het ook natuurlijk googlen op YouTube. Kan je het heel makkelijk vinden. Maar het voordeel van Google Docs, iedereen gebruikt Google. Ga er maar vanuit, 100% van, sowieso 90% van alle mensen op de wereld gebruikt Google. Natuurlijk zijn er ook mensen die Bing, Yahoo en zo gebruiken. Maar zelfs in de Microsoft Edge browser zitten opties om Google te selecteren als jouw main search engine en startpagina. Dat is eigenlijk heel goed. Maar ik zou al aanraden, als je Google Docs gebruikt, gebruik dan ook Google Chrome. Google Chrome is daarvoor geoptimized. En bijvoorbeeld een Microsoft Edge, het werkt wel, maar heel veel dingen gaan langzaam werken. Hetzelfde geldt als je Safari gebruikt. Google Chrome is de beste browser voor alles wat op Google gebeurt. Het voordeel is, je kan bijvoorbeeld als jij Microsoft Edge gebruikt, ook je bladwijzers importeren van Google Chrome naar Edge. En andersom kan dat ook. Dus op zich, je kan ook zeggen, ik heb een Chromebook thuis. Nou, dan gebruik je automatisch al Google Docs. Want je kan daar niks, je kan daar geen Office op downloaden. Maar zelf ga ik aan Office. Ik hoop dat jullie iets meer weten nu van welke programma's je nou eigenlijk precies nou kan zeggen. Hey, ik wil bijvoorbeeld met Excel werken. Het ziet er zoveel uit dit als Excel. Het is zoveel hetzelfde. Waarschijnlijk als ik expense 1 en hier expense 2 in caps. En ik selecteer die allebei en ik sleep het naar onder. Dat je dan al die expenses krijgt. En dit is zo op zich. Het ziet er natuurlijk niet uit, maar omdat ik het probleem in caps heb gedaan. Maar iedereen zal wel wat ik bedoel. Zie je? Hij slaat automatisch op. Ik kan hier ook gewoon op klikken en dan willen removen. Nou ja, sorry, maar ik hoef niet zo'n document te hebben. Ik wil wel gewoon zorgen dat zo'n dingen werken. Hier een PowerPoint presentatie. Het is zo. Het lijkt zoveel op Office, Google Docs, dat ik denk echt dat Google Docs dadelijk nog wel eens groter gaat worden dan Microsoft Office. Office is al 3 jaar hetzelfde. En omdat nu sinds kort 2019 uit is, moeten we dus wachten tot 2022 voordat er weer een nieuwe versie van Office uitkomt met nieuwe features. Dus we moeten daar echt op gaan wachten. En zelf heb ik het gevoel, als Google slim is, maken zij Google Docs nog groter dan dat het al is. Maak Google Drive, of maak Google überhaupt veel beter. Maak het zo groot mogelijk dat het kan. Als Google
Google Docs een programma van kan maken, wat je zelfs als OpenOffice gratis kan downloaden, dan zie ik heel veel potentieel. Dan zie ik heel veel potential in Google Docs. Dat waarschijnlijk dat we later met z'n allen Google Docs gebruiken als gratis programma in plaats van Microsoft Office. Of Apple's iWork, wat ook gratis is. Apple en Google zijn gewoon slim en brengen die dingen gratis uit. Microsoft, je kan op natuurlijk op je iPad, iPhone of Android apparaten, maakt niet uit. Je kan daar Word en PowerPoint en Excel en zo allemaal gratis op downloaden. Maar dat zijn apps. Dat zijn hands-down versies van de volledige versies op je computer. Dus Google Docs heeft dezelfde features op een tablet of een iPhone dan op je browser. Dus dat werkt natuurlijk veel slimmer. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. Later.